ja, dan ben je echt wel gewoon een beetje emotioneel blij dat je weer met je spul weer aan de gang kan. En dat je als ondernemer gewoon weer normaal zelf je kost kan verdienen. Ondernemers in Egmond aan Zee zijn blij dat ze door de versoepelde lockdown weer aan de slag kunnen. Ja, het gaat goed. Gelukkig weer open. Het is mooi weer. Vakanties zijn ook begonnen nu. Dus we mogen nu niet klagen met dit weer. Op het terras, biertje bij. Hoe voelt het? Ja, lekker. Prachtig weer, hè? Wat wil je nog meer? En ook de werkgelegenheid vaart er wel bij. Op dit soort dagen ongeveer 20 in de bediening. Maar we hebben gelukkig genoeg. Dus we kunnen het goed handelen. En dan is er natuurlijk het strand. We hebben gezwommen in de zee. Morgen ga je? Surfen. De zee is wel koud. Maar voor de rest is het wel goed. Dus dat wordt wel genieten? Ja, zeker. Hoe lang van tevoren had u al gepland om vandaag hier naar dit strand te gaan? Nou, niet zo heel lang. We wonen hier vlakbij. Dus in het dorp eigenlijk. En zodra het zonnetje schijnt gaan we naar het strand. En de grootste trekpleister van Egmond deze zomer is een reuzenrad. Ja, het is een prachtig mooi uitzicht, vooral met dit weer. Het is echt wel een beetje heilig, maar uit Muiden, bergen naar zee en alles is goed te zien. Prachtig, ja, mooi uitzicht. En ja, het is ook fijn dat het nu weer mag, hè? Het gaat eigenlijk allemaal goed. We hebben alles redelijk onder controle. En we hebben ook gelijk al best wel een beetje toestroom van publiek. Kinderen en gezinnetjes die allemaal toch even een rondje komen maken. Dus we zijn dik tevreden. Niet te veel achteruit kijken. Dus gewoon doorgaan en hopen dat corona-periode achter ons blijft. Allemaal een fijne vakantie en lekker genieten hier in Nederland. Proost!